Wat zijn de criteria waarop een aanvraag innovatieve startersteun wordt beoordeeld? Er zijn 5 criteria waaraan jouw project moet voldoen. Alle projecten die voldoen aan deze criteria worden in een volgende stap gerangschikt volgens economisch groeipotentieel. De 55 hoogst gerangschikte projecten kunnen rekenen op subsidie. Op onze website vind je een document waarin alle criteria staan. Maar ik ga nu graag dieper in op enkele criteria die soms voor verwarring zorgen. Pionierschap en onzekerheden en aanpak. We beginnen met pionierschap. We verwachten van jou als starter dat je een pioniersrol vervult in jouw markt. Dit kan je doen op 3 manieren. Iets volstrekt nieuw ontwikkelen, een nieuwe technologie of wetenschappelijk inzicht introduceren in je markt of als eerste een nieuw businessmodel toepassen in je markt. Dat klinkt alsof het voldoende is om origineel te zijn, maar het moet meer zijn dan dat. Wij definiëren pionierschap als een optelsom van originaliteit en uitdagendheid. We merken dat de meeste starters pionierschap vernauwen tot nieuw zijn in je markt. Nieuw zijn ten opzichte van concurrenten. Dat is echter maar de helft van de definitie. Er moet nood zijn aan een iteratief project van onderzoek, bouwen en testen. Enkele voorbeelden om dit te duiden. Stel, je wil de roomijs op de markt brengen met salamismaak. Dan ben je origineel, maar geen pionier in onze definitie. De weg naar realisatie van dit idee is immers weinig uitdagend. Het is niet meer dan het op punt stellen van een recept en dat is een gekende praktijk binnen de voedingssector. Een voorbeeld uit het verleden dat in zijn tijd wel uitdagend was. Ooit heeft iemand als eerste suiker vervangen door stevia in chocolade. Dat was toen wel een uitdaging. Suiker zorgt immers voor een kristalstructuur in chocolade en stevia heeft die eigenschap niet. Er was daarom een onderzoekstraject nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Dat zou in die tijd wel voldoen aan de voorwaarden van voldoende uitdagend zijn. Ook volgende voorbeelden kunnen je helpen een juiste inschatting te maken. Stel, jouw bedrijf wil het opstellen van actes bij een notaris digitaliseren door ze in de cloud bewerkbaar te maken. Dit zouden we niet steunen. Het zuiver digitaliseren van een bestaand proces is onvoldoende uitdagend. Of stel, je hebt een kapperszaak en je wil als eerste in jouw markt starten met een franchisingmodel. Dat kan origineel zijn, maar ook hier missen we uitdagingen. Welke businessmodel innovatie zouden we dan wel steunen? We gaan even terug in de tijd. Een tiental jaar geleden hebben we volgend project gesteund. Het organiseren van een groepsaankoop via het internet. 10 jaar geleden was dat echt baanbrekend en niet vanzelfsprekend. Niet in het minst wegens de juridische obstakels. Dat is meer dan het eenvoudig digitaliseren van een bestaand proces. Het onderscheid tussen wel en niet is niet zwart-wit. Maar je voelt zelf aan dat bij de voorbeelden er wel degelijk een verschil zit in uitdaging. Nog enkele voorbeelden van projecten die we enkele jaren geleden zouden gesteund hebben. Hier omwille van het introduceren van een nieuwe technologie of wetenschappelijk inzicht in een bepaalde markt. Het gebruik van drones in de bouwsector voor het opmeten van werven. Het gebruik van 3D-printing van bekistingen in de bouw. Dat waren op dat moment opkomende technologieën die zich nog niet eenvoudig lieten toepassen in de bouwsector. En dus een uitdaging vormden om mee aan de slag te gaan. Dus kijk voor pionierschap niet alleen naar de originaliteit, maar kijk ook of het uitwerken van het idee voldoende uitdagend is. Er moeten uitdagingen zijn in het technisch of wetenschappelijk uitwerken van het idee. Het wegwerken van juridische hinderpalen, het opzetten van een nieuw ecosysteem of businessmodel, enzovoort. Maar wanneer het eenvoudig is om het product te maken en er enkel een commerciële uitdaging is, zorgen dat klanten toehappen, dan ben je waarschijnlijk geen pionier. Het tweede criterium dat extra uitleg vraagt, is het criterium onzekerheden en aanpak. Dit criterium beschrijft de inhoud van jouw project. Voor welk werk vraag je subsidie? We steunen 2 soorten van activiteiten. Het vormgeven van een proof of concept of een proof of business. Bij een proof of concept bouw je een oplossing voor een probleem. Bij een proof of business ga je na of de markt bereid is om jouw oplossing te kopen. Wat valt er onder een proof of concept? Een prototype, het testen van dit prototype, het bouwen van een minimal viable product, enzovoort. Wat valt er onder een proof of business? Leren begrijpen hoe de klant tegenover jouw product staat. Doorgronden welke waarde jouw product of dienst heeft voor de klant.
Via welk businessmodel kan ik mijn product aan de man brengen? Kortweg, alle studiewerk dat je nodig hebt om succesvol naar de markt te gaan. De resultaten van dit onderzoek kan je typisch gebruiken als input voor een commercieel plan, om een investeerder te overtuigen, als demonstratie om de markt open te breken, enzovoort. Wat valt daar niet onder? Klassieke verkoop en marketing, zoals een website bouwen, iemand op sales aanwerven, een campagne doen op sociale media. Het doel van deze acties is niet het doorgronden van de klant, maar het draaien van omzet, het schalen van jouw verkoop. Je kan steun aanvragen of voor een proof of concept, of voor een proof of business, of voor beide samen. Maar we steunen geen projecten die op het einde van ISS alleen een proof of concept hebben. Je moet dus steeds een proof of business hebben op het einde van het project of bij indiening. Goed, hopelijk helpt deze extra duiding van de criteria pionierschap en onzekerheden jullie om in te schatten of innovatieve starterssteun past bij jullie project of niet. Succes!